Yo mensen, Groen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het onmogelijke mogelijk maken. We gaan namelijk een 195 draft halen. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, is het tijd voor een Eredivisie pack. Ik heb de gegarandeerde Team of the Season gedaan en die gaan we nu openen. En dan geef me alsjeblieft goed. Ik wil eigenlijk van Persie. Ik wil geen Alcayati. Ik herhaal geen Alcayati. Geef me niet Alcayati. Geef me van Persie. Nederlands. CV. We krijgen blind. Oké, de licht. Oké, 95. Best goed. Nou, best goed. Voor mij is het letterlijk echt de ene beste die je kan krijgen. Dus je weet, ben ik niet echt Ajax-fan. Maar toch, de licht is best prima. Hij is 700k. What the fuck? Doe zeker een duimpje op deze video als je het leuk vindt. Hoofdspace een beetje, zie je dat? Doing. Waarom vind ik dit leuk? Dit is echt helemaal niet leuk. Dit is een beetje leuk wel. Like zeker deze video. 5000 likes helemaal top zijn. En laten we dan maar gaan hopen dat we nu 195 draft van halen. Laten we maar beginnen met de allereerste draft. Ik heb oprecht het gevoel dat het vandaag gaat lukken. Er zijn nu zoveel team of the seasons inmiddels dat het ook wel gewoon moet lukken. We beginnen met een 4-3-2-1. Dat vind ik heel lekker. Een heel lekker opstellingje vind ik dat. Geef mij een goede aanvoerder. Ah. Ja, ik ga niet voor Best. Daar heb je niks aan. Ik ga voor gaan met Rodriguez. Want Best, wil ik gewoon, je wil gewoon die 94 Best hebben, toch? Als je even heel eerlijk bent. Oké, dit is prima. We gaan voor. En Dombele. Oké, kom op de volgende. Geef me even wat goeds. Een grijze. Oeh, 25 Hazard bij een grijze pick. Oké. Ik moet nu wat goeds krijgen. En dit is niet goed. Nee, dit is absoluut niet goed. Dit. Heel matig beginnetje van deze draft, mensen. Hier ben ik absoluut niet blij mee. Weet je, als je niet op mij geabonneerd, doe het dan zeker. Ik kan hier beneden. We gaan richting de 265.000 abonnees. Ja, nou, dat is echt een getal wat je wil hebben, natuurlijk. Ik krijg hier wel Messi. Aha, dit is echt leuk. Ik krijg hier dus. Games. Games heet hij ook. Ah, leuk. Vind ik leuk. Lachen, gieren en brullen. 92 rating. Oké. En 99 Modric. Oké. 93 rating, natuurlijk. Oké. Dit is best wel een aardig drafje trouwens, zie ik nu. Die chemistry gaat me toch wel killen, denk ik zo. Oeh, heb ik ook nog Kante. What the fuck? Maar het is wel kloten, want ik schiet er verder weinig mee op. Maar wat nou als ik hem hier zet? Min 13, dat is vrij slecht. Als ik dan hem wissel met hem, krijg ik dus 9, ja. Wel een stuk hogere ratings. Nou, hele slechte chemistry. Wel 93 ratings. Klote. Ah, lastig. Kijk, kom op. Geef me nog even twee goede. Geef me nog even twee goede aanvallen. Bam. Jovic, Quagliarella heeft een 96 kaart. Hoezo? 96. What the fuck? Kom, geef me nog een goede als laatste. Del Piero. Ja, die is eigenlijk wel perfect volgens mij. Ja. Die geeft hem. Nee, dat maakt eigenlijk geen reden uit. Nee, die heb ik niks aan. Nee, we gaan voor hem. En ze hebben dan de linksback neer. Wat nou als ik ze nu omwissel zo? Boom, min 12. Mag ik nu zo? Dus 10. Oh, dat heeft geen zin meer. Oké. Had ik net niet meer chemistry? Wat ik me kan herinneren. Was het net niet meer? Nee. Wordt geen 193 draf van me eerst. Maar ik heb wel aardig wat goede spelers, moet ik zeggen. Oeh, plus 7. Oké. Ik weet niet waar dit net vandaan komt. Maar dit is lekker. Jij eruit. Ah, 92 rating. Ah. De vraag is: gaat er nog een manier komen waarop ik op volle chemistry ga komen? Dat is de vraag van vandaag. Nee. Ah, kloten. Oké, het gaat hem gewoon niet worden. Ik moet gewoon accepteren. Wordt hem niet. Hey, 93 rating ineens. Huh? Is ik 193? Hè? Nou, ik ben genaaid. Ik ben genaaid. 192 ineens, wat wel terecht is. Dat was geen 193, maar... Oké, jammer. De eerste niet gehaald, maar ik heb wel vertrouwen. Op met de volgende. Let's go. Ready for the next one. 4, 3, 2, 1. Jawel, daar gaan we weer. Daar gaan we. We beginnen met het goed. Pauper slecht. Jezus. Tantoe slecht. Slechtste begin wat ik ooit gehad heb in de draft. Kijk, dit is lekker. Die hebben we nodig. Geef mij 94 Marcelo. Dank je. Ja, die hebben we precies nodig. Geef mij 97 zo'n ventje. Die is ook goed. Uitstekend. Dit blokje is echt... Beter ga je niet krijgen. Gewoon legit niet. Enige nu nog is Ramos ernaast. Oké, 91 rating. 87 cam. Dat is prima. Maar en mijn aanval is zo slecht dat ik gewoon een beetje aanvals kan die kunnen lopen. Dan denk ik echt dat ik flink wat rating erbij kan krijgen. Maar ja, als ik dan silvers krijg, is het wel vrij kak. Dumfries, Jesus Navas. Oh, Jesus Navas is wel goed. Die kan ik namelijk gewoon gebruiken. Eén cam misschien wel, want het is natuurlijk een slechte... Is Jesus Navas weer goed? Waar slaat het op? Waar komt dit vandaan? Roy is erbij. En nog een goede aanvaller. Nee, dat niet helaas. De Bruyne. Ja, dit gaat niet worden, mensen. Nee. Oeh, 99 Messi. Oké. Ja, als we nou even een spits krijgen die kan lopen. Dat zou fijn zijn. Geef me even een spits die kan lopen graag. Nee, helaas. Nee, helaas. Geen goede draft dit. 94, helaas. Peppy. Ding, ding, doing, doing. 91 rating zelfs. Heel matig. Ik bouw hiervan. Op met de volgende. Ja. Drie keer is scheepsrecht, heb ik eens vernomen. Jawel, 4-3 aanval is lekker. Dat is lekker. Kom, geef me alsjeblieft een keer een goede aanvoerder. Kom op. Ja, Giggs, dat is goed. Giggs FC, ja niet. Oké. Kan beter, want ja, je gaat er geen 195 eraf mee halen. Want ja, dat lukt gewoon niet. Hey, Lucas. Even kijken. Rechtsbuiten, even een goede. Even een 99 mes. Ja. 94 best, ook goed. El Kayati, uitstekend. Gaan we toch niet kiezen. We gaan toch voor Socrates. Ja, weet je wat het is? Dit zijn echt goede spelers allemaal. Maar gewoon niet de spelers waarmee je een draft gaat halen. Waarvan je denkt van, nou, dit is echt een hele goede draft. Weet je wat? Dat dan weer niet. Je weet wat ik bedoel, toch? Ja, je snapt het. Ja. Ik wist dat je het snapt. Dankjewel. Boom.
95 keer linie, uitstekend, daar gaan we voor. Boom. 88 Witzel. Boom. 85, 86. Ja, ik kan niet voor hem gaan, want ik moet voor een hoger gaan. Dus we gaan voor Roberto Carlos. Ik denk dat we legit bijna op 100 chemistry zitten met gewoon alleen dit. Dat is wel ziek, hè. 92 rating, dat is uitstekend. Del Piero is ook uitstekend. Ja, alleen met die centerback zit het een beetje lastig. Dat is wat ik nu zie. Dat is wat ik nu door heb. Maradona 98. Die willen we wel. Zeg geen nee tegen Gerard. Boom. Jij eruit. Optief. Dit is heerlijk hoor. Dit is heel lekker, vind ik dit. We hebben 33 rating. Dat is goed, man. Dus 6. Oké. Lekker, lekker, lekker. We hebben 33 rating. En ja, maar we hebben geen hele goede wissels. Die zijn maar de... Ah, klote. Dit bedoel ik. Ja, kijk. Deze gasten zijn niet goed genoeg om echt heel hoog te halen. Ja, dit is toch niet normaal? Klote eraf, man. Klote. 4-3 aanval. Jawel. Dit gaat hem worden. Ja. Ah, geen sick. Nou, maar maakt niet uit. Want nu gaan we 90 van alle. Yes. Dit heb ik echt nodig. Dit heb ik echt nodig in mijn leven. Even gewoon. Kom op, geef me een goede rechtsbuit. Figo en Best. Uitstekend. Oké. Lekker. Die 99,5 had ik echt even nodig. Kom, geef me gewoon nog een 99. Nee, oké. Geef me hier een Maradona. Of een Pelé. Pa. Pelé 99. Oké. Dit gaat hem worden. Ik voel het. Kom, geef me 99 Modric. 99 Modric. Oké, 99,5. Kan ik mee leven. Kan ik echt goed mee leven. 99 Modric. Ja, gaan we toch maar voor Alan. Ik pak hier nog even een wisseltje. Dit is echt goed hoor, tot nu toe. Eusebio, 94. Oh mijn god. Oké, dit is echt heerlijk. Dit gaat echt fantastisch. Oh mijn god, 34 Jordi Alba. Dit is echt... Ik weet niet wat hier gebeurt, maar dit is echt zeer bijzonder. Laten we daarop houden. Dit wordt slecht. Ja, dit wordt inderdaad vrij slecht. De volgende, dit wordt ook slecht. Oké, een zilver. Oké, ik heb 2 centerbacks wel echt nodig. Dit is ook slecht. Oh, oké, maar al mijn geluk is wel op, zeg maar, na het lekkere begin. Oké, ik heb een 33 rating met een fucking slechte speler hier. Namelijk een zilver. Dus ja, daar heb je geen reet aan. Mijn rechtsback is ook slecht. Maar we krijgen hier 98 Roy. 98 Marco Roy. Of Messi. Maar ja, Messi heb ik niks aan. Want die kan niet linken met Ronaldo. Dus we gaan voor 98 Marco Roy. Heel goed hoor. Heel goed. Een lekkere wissel om erbij te hebben. 37 Gea. Boom. Plus 9 chemistry. Dat is heerlijk. Krijg Cancelo, die is goed. Oeh, we kunnen Cancelo nemen. Maar dan heb ik nog geen centerback. Ik heb echt centerbacks nodig. Ja, rating. Ik moet rating hebben, mensen. Dus ik ga gewoon voor Cancelo. Ik ben echt een Mogol, hè. Ik ben echt een Mogol. Waarom doe ik dit? Geef me een centerback. Geef me alsjeblieft een centerback. Nee, ik ben zo erg genaaid. Oh, ik heb mezelf echt helemaal verneukt. Oh, wat triest. Geef me wat goeds. En dan ga ik daarna wel lopen kutten met die chemistry. Maar geef me in ieder geval nog 1 goede speler. Ja, kom op. Alsjeblieft. Ronaldinho. Oh mijn god. Kom op. Geef me die 95. Nee, hoe kan dit nou? Dit kan toch niet? Ik heb zo nog team. Dit is echt de perfecte draft. Maar echt. Oh, deze man is ook laag. Hij is laag. Nou, we hebben wel echt makkelijk. Ja, ik moet 194 halen. Maar ik had zo gehoopt op 195, jongen. Oh mijn god. Meen je niet? Dit meen je toch niet? I hit it so much. Ik kan niks anders doen. Dit is het gewoon. This is it. And nothing more than that. Het is triest, het leven. Ik weet het. Soms denk je van, dit is mijn leven. Maar is het toch triest? Ja, dat is dit moment. Hoe is dit geen 95 draft? Ik snap het echt. Ik snap het gewoon niet. So close, but yet so far. 194 draft, mensen. We hebben het weer gedaan. Maar het is geen 195. En ik baal echt aan stek. Kijk, we gaan hier nou nog eentje proberen. Maar 194 is weer binnen. Daar ben ik blij mee. Let's go. Ik kan het nog. Oké, let's go. Nog eentje dan. Come on. Ja, toch niet echt opzetten waar ik op gehoopt had. Maar we gaan toch voor 4-3-4-2-1-0. Haha, dat klopt. Want het is inderdaad 0 daarna. Lachen, gieren, brullen. We beginnen met Cruijff, dat is goed. Dan krijgen we hier niemand minder dan Del Piero, dat is ook goed. Dan krijgen we hier niemand minder dan Figo en dan ben ik erg blij. Nee, die krijgen we niet. Kutspel. Klang. Cheeky. Klang. Niet heel cheeky. André Almada. Nou, geen wat er maar wat goeds op rechtsmid. Nee, kan je eigenlijk niet, hè. Ziyech. Nee. Ziyech 96 is rechtsmid. Dat is wel ziek. Dus die kan je ook op rechtsmid krijgen. Dat is natuurlijk wel lekker als je die krijgt. Emre Can heb je natuurlijk helemaal geen ene vlierenfluit aan. Het is heel slecht. Maakt niet uit. Geen wat goeds. Giggs. Nee, geen Giggs. Oké. Jenny. Wat een kaart heeft die? 1,76, die vent is klein. Wilde hij bij Getafe? Je zou ook derde worden of zo, Getafe. Dat is wel cool. Die zou hoog geëindigd zijn als je toch zo'n enorme kutclub bent. Ha. Niks tegen Getafe verder. Gewoon een enorme kutclub. Eens even kijken. Alisson. We hebben op zich wel een aardig team, maar het kan natuurlijk altijd wel beter. Ja, ook in dit geval, want ja, dit is natuurlijk echt gewoon kut. Ja, ik zit even te kijken en bij nader inzien is het toch wel kut. Oké, Ederson of Oblak. Laten we gaan voor Oblak. Die is 95. Ja, die kunnen we misschien nu al beter gebruiken voor die extra rating. 33 rating, dat is goed hoor. Izo. Gast, wat deze zieke spelers zijn ineens allemaal. Van Torino. Izo, laatste cel. Even kijken, wie hebben we dan nog meer? We krijgen ook nog een zilveren, daar ben ik blij. Bam, Okocha. Dat is goed voor de chemistry. Die tieven erin. Plus 9, kijk. Hoppakee. Wie wil nog meer? Nog even een goeie in mijn hart, goeie in mijn ziel. 99 Messi, kijk, dat is een goeie waar ik het over had. Dit is precies waar ik het over had. Precies! Ja, dat is vrij kut. Ja, dat is gewoon best wel kut gewoon eigenlijk. 100 cam, bam, gewoon hoppakee, geen enkel probleem. Nou, 192, oké. Net 194, dat was een stuk beter.
Oké, nog eentje dan. Nog eentje, man. Nog eentje voor alle fans. Nog eentje. Eentje in mijn hart. Eentje in mijn ziel. Eentje. Eentje. 4-2-2-2. Jawel, daar gaan we. Geef mij 99 iemand. 91 pelen. Ja, daar gaan we niet voor. We gaan voor 91 Inzaghi. Want we willen natuurlijk de 99 pelen. Ja, zo makkelijk is het. Ronaldo. Diakne of Bill. Dan gaan we maar voor Bill. Want die Diakne is natuurlijk nooit de link. Laten we heel realistisch zijn. Gaan we hier voor Socrates. En hier voor 99 Pelé. En dan hebben we toch een aardig begin van ons drama. Kom op, geef mij een goeie. Oh, Kostis, wel goed. 93. Stets. Stets. Jezus. Kostis, ik ben toch gewoon bij Groningen, die gast. Oh, echt tantoe slechte wissels. En dan wel 4. Maar ja, moet je daarmee als je ook Wan-Bissaka hebt. Wan-Bissaka. Nou, ik moet een hele goede bank krijgen om hier nog wat van te kunnen maken. Oeh. Mijn kampel. Ja, Kante gaan we maar voor. Bam, plus 2. Ja, dit gaat geen 195 worden, hè, mensen. Ik denk dat we dat allemaal toch wel kunnen concluderen. Dat er toch geen 195 in zit. Nee. Nee, helaas. Oeh, we hebben nog Mbappé. Wil je nou snel weer een nieuwe video? Doe dan zeker een duimpje op deze video. En dan zie ik jullie graag zo spoedig mogelijk weer bij een gloednieuwe video. Ik ga proberen nu echt de komende maand zeker onbedacht te uploaden. Dat ga ik echt proberen. Dat gaat echt gewoon lukken. Kom op. Kan het? Oké, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik like je hier al met de volgende keer. Doei. Laat er.